Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe receptvideo. Het is maandag 3 uur, de hoogste tijd. Vandaag gaan we een super populaire sandwich maken, eigenlijk een tosti. Het is Amerikaans en het heet tuna melt. Ik denk wel bekend bij iedereen. En wat we daarvoor nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Uiteraard brood. Twee sneden, ik pak zuurdezen brood, maar dan moet je natuurlijk zelf weten. Neem wel een mooi brood, hè. Niet gewoon een sneetje wit, casino wit. Neem mooi, kwalitatief goed brood. Ik gebruik zuurdezen brood. Een bol mozzarella kaas. Neem goede buffel mozzarella. 4 plakjes cheddar kaas. Zeezout. Goede olijfolie, ik gebruik uiteraard van onze eigen kakolijfolie. En tonijnsalade. Heb ik al eens eerder gemaakt, dus ik heb hem alvast voorbereid. Want je kan hem terugvinden in mijn receptvideo's, vlog 58. De link hiervan staat ook in de beschrijving, dus check hem even voordat je de tuna melt gaat maken. En dan maak ik eerst even de tonijnsalade. Zo, dan gaan we zo beginnen met maken. Wat gaan we doen? We gaan eerst twee plakjes cheddar kaas op deze boterham leggen. Dan gaan we tonijnsalade erop doen. Mozzarella snijden, die gaat er bovenop. Dan een klein beetje zeezout. Dan weer twee plakken cheddar kaas. Dan de andere boterham erbovenop. En dan gaan we een mooie bakken in olijfolie in de koekenpan. We hebben de tosti gemaakt, de tuna melt. Nu, ik heb hem mooi gebakken in de pan zoals jullie zien. Een beetje met je vuur spelen, dus je kan hoog beginnen, maar op een gegeven moment wel laag draaien. Ja, en dan als de kaas mooi gesmolten is, dan is je tuna melt klaar. Kijk eens even hoe fantastisch lekker dat eruit ziet. En dan was dit mijn versie van de tuna melt. Zo, dat was het weer voor deze maandag. Super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef even een likeje als dat zo is. Ik hoop dat jullie het zeker na gaan maken. Het is echt super lekker. Tuna melt, wel bekend. Vergeet zeker niet te abonneren. En we zien elkaar aanstaande vrijdag weer. 3 uur sharp. Bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Tot dan, dankjewel, doei!